Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag zondag. Ik weet even niet welke datum het is. Maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze Vlogmas. Het is dus vandaag zondag. Gisteren is de vlog online gekomen dat we de hele dag gingen verhuizen. We zijn dus de hele dag naar IKEA geweest. We hebben allemaal spullen gehaald. En we zijn de hele dag bezig geweest. Het was echt heftig. Dus daardoor had ik niet zoveel gefilmd. En heb ik een make-up tutorial even een beetje opgenomen. Make-up tutorial, gewoon make-up routine. En die is dus gisteren voor jullie online gekomen. En vandaag ga ik de troep in het huis opruimen. Want het is namelijk echt niet normaal. Alle spullen staan hier nu. Maar ja, nu moet het natuurlijk ook opgeruimd worden. En daar is eigenlijk vandaag de perfecte dag voor. Ik heb verder niks op de planning staan. Ik weet niet of ik het in één dag helemaal ga redden. Maar in ieder geval, we gaan vandaag proberen zo ver mogelijk te komen. En ik ga dat voor jullie filmen. Dus ik ga wat dingen in elkaar zetten. Maar ik ga ook mijn kleding en alles opruimen. En ik ben heel benieuwd hoe lang we bezig gaan zijn. Dus dat eigenlijk, dat is een beetje de planning voor vandaag. En mijn vriend is nu aan het werk, maar die komt zo meteen ook thuis. Dus dan gaat hij natuurlijk helpen. En ik moet nu heel even snel een TikTok opnemen. Dus ik ga eventjes mijn haar stylen. Dat heb ik echt al mega lang niet gedaan. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, heb ik namelijk extensions. En die heb ik er dus laatst uitgehaald. Omdat ik echt een beetje klaar was met mijn lange haar. Maar nu mis ik het wel weer heel erg. En ik had sowieso een afspraak staan. Hier nog in december. Dus dan zal ik het ook wel eventjes filmen hoe ze dat erin zet. Misschien voor mensen wel interessant. En ik had namelijk een afspraak om sowieso mijn uitgroei te laten verven. Want ja, ik heb het volgens mij vorig jaar. Nou, ik weet eigenlijk niet. Volgens mij is het wel 8 maanden of zo geleden dat ik het heb geverfd. En sowieso gaat mijn haar best wel snel, groeit het uit. En ik heb nu echt een soort bruin kapje op mijn hoofd. Dus ik wilde het sowieso graag geverfd hebben. Gewoon weer highlight aan de bovenkant. Dus niet mijn hele haar verven. En ja, dat ga ik dan gewoon weer doen bij Evie. Dus dan zal ik dat wel weer filmen. Maar nu ga ik even mijn haar stylen, die TikTok opnemen. En dan ga ik beginnen met opruimen. Dus ik hoop dat jullie daar leuk in. Dat jullie dat leuk vinden, want het wordt dus een hele dag opruimvideo. Zo. Mijn haar is in ieder geval een beetje gedaan. Het is bij mij nooit helemaal perfect. Maar zo vind ik het wel wat beter. Nou, mijn make-up heb ik gedaan. En ik ga dus nu beginnen met opruimen. Nou, ik zal hier even de schade laten zien. Ik durf het gewoon bijna niet te laten zien. Maar dit is eigenlijk vooral mijn kleding wat opgeruimd moet worden. En we hebben dus een hele grote kast. Die zal ik ook gelijk even laten zien. Ik ga even de gordijnen een stukje naar beneden doen. In deze kast zit dus al een deel van mijn kleding. Hier. En hier, dit heeft mijn vriend gedaan. Maar hierboven moeten ook natuurlijk nog dingen. En we willen hier dus nog een klein soort kastje zetten. Dus ik ga nu gewoon beginnen met opruimen. Want dit moet ook nog allemaal opgeruimd worden. Hier staan nog dozen. De eettafel hebben we gisteren gedaan en de bank hebben we neergezet. Maar ja, er moet gewoon echt nog superveel gedaan worden. En ik denk dat het gewoon handig is als ik even begin met mijn kleding. Dus dat ga ik nu in ieder geval doen. Dat ga ik hier allemaal ophangen. Oké, mijn vriend is er. En we gaan dus nu even een kastje in elkaar zetten. Want daar gaan we namelijk ondergoed en dat soort dingen in doen. Dus die zit hierin. Ja, het is gewoon een zwart basic kastje. Maar we dachten, dat is lekker makkelijk, want er kan heel veel in. Dus die gaan we nu even openmaken. En dan gaan we hem even snel in elkaar zetten. Thank you.
Oké, we hebben hem hier neergezet. En we hebben dus van die bakken. Deze, die ga ik er dan straks even in doen. Als je aan het werk bent, oké? Zo. Oké, en dan hebben we nog twee kastjes. Top. We gaan ook even het mamkastje in elkaar zetten. Die is alleen wat meer werk dan die ander. Die andere hadden we echt binnen een half uurtje gedaan. Half uurtje, kwartiertje. Kwartiertje. Nou, we hebben de buitenkant van het kastje al opgezet. Zo ziet hij eruit. Moeten we alleen nog de binnenkant doen, de lades. Maar dat gaan we straks doen. En ik dacht, ik zet heel even die zwarte dingen in elkaar. Want dan is dat ook maar gedaan. Maar eerst ga ik hier heel even een doekje doorheen halen. Want hij is een beetje vies. Ik ga eventjes lunch halen in de supermarkt. En dan ga ik gelijk ook boodschappen doen voor deze week. Alleen voor de ochtenden en gewoon een beetje de basic dingen. Dus dat ga ik nu halen. Geen zin in, maar het moet wel echt gebeuren. Want morgen moet ik weer fulltime werken, 5 dagen. Nou, ik heb boodschappen gedaan. Gelijk maar wat dingen voor de hele week meegenomen. Want dan is dat gelijk geregeld. Nou, ik heb een deel van de keuken heb ik opgeruimd. We gaan zo het kastje verder in elkaar zetten. Maar het is gewoon zoveel rotzooi wat gedaan moet worden. Laat even mijn volgers zien wat dit is. Nee, ik heb gewoon kinderen die kijken. En zoveel ga je erin doen. Jij gaat het niet drinken, zo je moet het wel zoet maken. Anders zei je weer zeker dat het niet lekker is. Oké, maar wat ik heb gedaan, ik zal even laten zien. De laden passen niet, dus ik heb het nu even gewoon in de oude gedaan. En ik dacht dan hieronder borden. En dan hierboven heb ik een beetje ontbijtdingen gedaan. Ontbijt en lunchdingen. Ik dacht dat het misschien handig was dat gescheiden is van dit. Want dit is dan voor het avondeten. Dus kruiden en zo. Die proteïnepoeder wist ik niet waar ik die moest laten. En dan dacht ik hieronder de pannen. En dan gaan we hier de glazen doen. Maar de glazen zitten nu in de vaatwasser. Dus daar moeten we even op wachten. En ja, we gaan nu verder het kastje in elkaar zetten. Dan kan ik mijn make-up spullen en zo gaan opruimen. Even controleren, want deze gaat heel makkelijk. Zo, deze draait heel makkelijk. Kijk, die andere had er nog strak op kunnen maken. De tweede lade is nu ook af. Kijk. Ja, is prima. Die andere kon ik zo strak. Nou, de ladekast is af. En hier ga ik dus een beetje mijn beautyproducten in doen. Dus hier ben ik echt mega blij mee, want dan kan die zooi gewoon weg. En we gaan dus nu nog mijn make-up tafel ook nog in elkaar zetten. Want ja, we zijn toch lekker bezig. Alleen hij is gisteren heel hard gevallen. Dus we hopen dat het glas nog heel is. Maar ja, ik denk dat ze dat aan de binnenkant een beetje doen. Ik weet het niet. Nou, we hebben het bureau in elkaar gezet. Alleen, ik had dus niet goed gekeken. En nu zit hier dus een gaatje. Want hij was dus eerst verkeerd om. Maar gelukkig van de afstand zie je het niet heel erg. Maar ik kan me hier dus echt mega erg aan storen. Dus daar zit een klein gaatje in. En dit wordt dus mijn make-up tafel. Met 1 lade. En ik heb ook al van die bakjes gekocht die er dan in kunnen. Dus deze komt dan zo meteen in de andere ruimte. We moeten alleen dan de lader nog in doen en dan is die helemaal klaar. Maar eigenlijk is dit dus, alleen dit is dus een bestekbak en die andere dus niet. Maar het past wel echt perfect. En hadden ze daardoor nog meer? En er past nog meer bij. Is dit de meeste dat de lader eruit kan? Ja. Oké. Okay. Doe anders die grote die wij hebben gekocht. Past toch nooit, schat? Proberen.
Sorry, maar dat ga ik er wel echt uitknippen. Als je denkt dat dit erin past. Oh, dat is natuurlijk veel te lang. Kijk dat hij hier niet op je bek gaat. Nou, we hebben eten besteld. We zijn al anderhalf uur aan het wachten. Dus ik ben heel benieuwd hoe laat het komt. En we zijn dus aan het opruimen. Dit is opgeruimd. Dit is opgeruimd. De woonkamer is een deel opgeruimd. De keuken ook. We hebben in ieder geval ook de glazen er nu in staan. Hier zo. En de kast is een beetje ingedeeld. Dit was wel een beetje opgeruimd. En ja, verder de kledingkast. Dit is nog wel echt een troep. En hier zo begint het nu ook al leeg te raken. En daar is mijn make-up tafeltje. Nou, het eten is er. Ik ben heel benieuwd. Nou, het is inmiddels alweer 11:15. We hebben als het goed is bijna nu alles opgeruimd. We kunnen de rest van de week gewoon de rest doen, logisch. In ieder geval, de woonkamer ziet er echt gewoon opgeruimd uit. En hier ook. En we gaan nu lekker chillen op bed. De keuken is ook best wel goed opgeruimd. En de andere kamertjes ook. Kijk, en in de slaapkamer hebben we dus deze cute lampjes. En deze spiegel moet hier niet blijven staan, maar voor nu is het even prima. We gaan zo even lekker film kijken. Morgen moet ik natuurlijk gewoon weer werken. Dus nu nog eventjes lekker ontspannen. Ik denk dat deze vlog ook niet heel lang is geworden. Maar vanaf morgen weer gewoon normale vlogs. Ik hoop wel dat jullie het alsnog leuk vonden om een beetje de verbouwing mee te krijgen. En het verhuizen. Ik vind het ook heel leuk, alleen heel zwaar. En ik kreeg dus een paar reacties over mijn stem. Dat ik soms een andere stem opzet. En als ik vlog merk dat ook wel. Maar ik denk dat het vooral komt omdat als ik bij de kinderen ben. Ja, dan ben je gewoon op werk en dan zet ik een andere stem op. En soms is mijn stem eigenlijk hoger. Dat is eigenlijk wel een beetje mijn eigen stem. Alleen ik heb dat eigenlijk altijd al gehad. Reacties over mijn stem. Zolang al dat ik me kan herinneren. Maar ik doe het een soort van niet expres. Het gaat een soort van vanzelf. Geen idee. En als ik bij mijn vriend ben, heb ik ook inderdaad een wat hogere stem. Misschien omdat ik wat liever wil klinken of zo. Geen idee. Maar ik ga in ieder geval lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!